wij denken dat we een superleuke route hebben voor buiten. En ik denk dat jullie echt verbaasd zullen zijn wat je allemaal tegenkomt vandaag. Jullie toewijding en harde werken hebben van Folly Art Norg een terugkerend succes gemaakt. Met uiteraard in het bijzondere woord van waardering aan Ina en Saskia. En daarmee verklaar ik de 6e editie, die ongetwijfeld weer een groot succes zal worden, van Folly Art officieel voor geopend. Heel veel plezier! Chant van Lieshout en ik kom uit Arnhem en ik doe mee aan Folly Art Norg met een groepje kunstenaars. We zijn met z'n vieren in totaal, spin. En dus met Hanna van der Schaaf, Lucas Sloot en Judith Reinders. En samen hebben we de Watertoren gemaakt. En het is een heel speels bouwsel waar je ook in mag, waar je kan spelen met kraantjes en geluid. Uit toeters en handgemaakte keramische tegeltjes liggen erin. Maar het heeft ook een kritische noot over waterverbruik en misbruik eigenlijk. Dus we hebben ook zelf stickers gemaakt, die zie je hier achter op het bord. En dan is dit soort van de standaard zwembadsticker wat er op een zwembad staat, wat je dan niet mag doen. Maar we hebben dan een aanpassing gemaakt. Verboden te sproeien, pas op droogte, pas op zeespiegelstijging en overstromingsgevaar. Vanaf nu kunt u vanuit uw slaapdoos de hele wereld bekijken. De hybride waarnemer. En met deze woorden maakte Xander een diepe buiging en trok de wijde wereld in. En misschien zie je nog wel sporen van hem langs de route hier vandaag. Want hij had de smaak te pakken gekregen. Nog meer uitdagingen die je van hem gaat zien. En anders dan kom je misschien tegen bij het volgende kruispunt op een zebrapad. Dankjewel voor het luisteren.